Jongens, weer een nieuwe vlog. Ik ben onderweg nu naar Sofian Amrabat. Weer naar Rotterdam. Ik word er gek van. Maar Sofian ken ik al heel lang. Ook via zijn broertje natuurlijk. Zijn broer, Nordin Amrabat. Ik ken hem ook allemaal. En ik ken hem eigenlijk al een hele tijd, Sofian. Ik was nog een kleine jongen toen ik bij hun thuis rondliep. En ik ben benieuwd nu hoe het met hem gaat. Ik heb hem een tijd niet gezien. En ik vind het leuk dat ik hem weer kan spreken. Bedankt voor het kijken. Oh, sorry. Mag ik naar binnen? Sorry, man. Hoe is het Nordin? Doe je expres, man. Wat voor je meegenomen, man. Top, dankjewel. Heb je getekend? Nee, man. Heb je hier gevraagd, toch? Ik heb hier. Heel stiftje. Ik altijd voor mezelf, voor al die fans van mij, weet je wel? Ah, je moet zo'n ding uitdelen. Ja. Net lekker getraind? Ja, man. Korte partijen gedaan. Oh, wacht even. Waarom strak, waarom strak? Ja, dat is echt een vrouw. Wil je hebben dan? Ken je dat wel? Ja. Ja, man, top. Mooi, hè? Ja. Goeie handtekening. Mooi stip. Het is elke keer een andere. Wat? Mijn handtekening. Ja? Is zo? Nee. Kom, ga rijden. Wat wil je heen? McDonald's? Nee, man, ik heb net gegeten. Nee, ga. Mooi pakje weer, nieuwe. Zijn die weer de nieuwste? Ja, man, die zijn de nieuwste. Zo vet, dat die jij. Hij ziet er ook goed uit, man. Ja, hè? Alleen mijn hoofd niet. Nee, hoor, die blijft lelijk. Ik ga je broer straks bellen. Ik sprak hem net al. Ja, wat zei hij? Ik zeg, kom man, even bellen, even facetimen toch? Ik ben in de supermarkt. Geen varkenslapjes halen of zo, weet ik het. Ja, die heeft twee terror bij zich, twee jongetjes. Ja? Ja, die zijn druk, man. Heb die twee zoons? Weet je dat niet? Nee. Ja, man. Hij vertelt ook niks, hè? Het is je mattie, maar je weet het niet. Nee, hij zegt niks meer. Hij is echt hij is een rare jongen af en toe. Echt een Nederlander. En jij? Ik heb vijf meisjes, hè. Vijf meisjes. Jij geen kinderen? Nee, man. Nog niet, hè? Ik ben nog jong, toch? Hoe oud ben je nu? 20? 21. 21? Ja, ik was toen... We gaan hier de stad in, man. Ik was toen bij jullie in huis, hè? Toen was je nog een kleine jongen. Toen hebben jullie bij PSV zat? Ja. Ah, man, maar dat is alweer 8 jaar geleden of zo? Ja. Ja. Tijd verliefd. Tijd verliefd. Toevallig was Elia er net. Oh ja? Ja. Die zei het ook, man. Hij zei, toen ik hier voor het laatst was je zo klein. Ja. Maar was hij net hier even op bezoek? Ja, klopt. Oh, hij is van ons gekomen. Leuk, man. Ja. Kan gewoon lekker trainspak, lekker simpel. Ja, is ook lekker. Dat is het lekkerste, man. Ja. Helemaal, weet je, als je soms opstaat, dan heb je geen zin om helemaal dingen uit te gaan zoeken. Zo gewoon lekker trainingspakje aan naar de club. Ja. Dus je hebt elke dag bij een trainingspak gewoon. Maar de club sowieso, man. Ja. Ja. Want je gaat trainen, je komt naar de club, je kleed je om, je doet trainingskleren aan, je gaat trainen. En dan douchen, ga je weer naar huis. En, En je woont in Rotterdam nu? Ja, man. Alleen? Alleen, ja. Geen vriendin? Nee, geen vriendin. Je mat die mech is er vaak. Ja. Weg heeft niks te doen, hè? God, die neus van hem. Als die jongen heeft, eet hij gewoon uit zijn neus, hè? Kan hij een week eten. Weg hier. Mooi, hè? Dat is een petje mooi, hè? Het is mijn eigen pet, hè? Ja? Ja. Kijk. Ben jij dat? Ja, ik deed altijd zo als ik scoorde. Scoorde. Dat is wel vet, hè? Toen je Italië speelde. Ja, ook. In Nederland. Toen bij PSV? Nee, bij Ajax. Tegen Rome, man. Dat is al lang geleden. Toen was jij nog jonger. Ik weet het niet eens meer, man. Hoe lang geleden is dat? 2003. Toen was ik 7, dat weet ik niet meer. Nee, man. Zo, ik word echt een oude lul, jongen. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 38. Ja, ik ben nog jong, man. 38? Ja. Hoe lang ben je gestopt met voetballen, hè? Nu, denk ik 8 jaar, 7 jaar, 7 jaar. Maar je bent wel jong gestopt, hè? Ja, 30. Ik heb geen zin meer, man. Zo. Ja, ik heb veel blessures gehad en zo. En rare dingen meegemaakt. Ik kon nog naar Azerbeidzjan. Ik kon dik geld verdienen daar. Maar ik was terug in Nederland bij mijn familie. Ik dacht, ik blijf lekker hier. Weg, man. Ik heb geen zin meer om weer naar buitenland te gaan. Jij naar buitenland ooit? Dat is wel ooit doel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar Marrakesh of wat? Marrakesh. Hoe je dat kan zo lang kan. Hoe dat, ja. Nee, man. Eerst lekker bij Feyenoord knallen. Nog veel leren toch? Ja. En dan uiteindelijk, hopelijk naar de grote competities. Dat is wel het doel.
Nog even rustig gaan, maar een paar jaartjes hier. Ja, daarom. Ja. We hebben geen haast toch? Gewoon met winst op weg en dan. halfjaartje genoeg. Allemaal, ja, halfjaartje. Je bent nou een halfjaartje hier, hè? Ja, maar ja, bijna in december. Ja, maar Utrecht is wel beter gaan voetballen die jaar. Oh ja, vind je? Dat boven fijn. Nee, dat is een grapje. Maar wat is nou jouw favoriete positie? Want je wordt overal neergezet, hè? Je wordt overal gezet, hè? Ja. Ja, natuurlijk, het was ook een beetje omdat natuurlijk veel blessures bij ons waren, snap je? Ja. Dan moest het wel. Maar ja, ik ben gewoon een middenvelder. Ja. Rechtsback of rechtshalf? Nee, rechtshalf. Rechtshalf, ja. Of punten achter, linkshalf. Oké. Okay. Maakt niet zo heel veel uit. Nee. Wel sterk, je bent echt een onderbox de onderbox speler, hè? Onderbox de onderbox? Wat is dat dan? Onderbox. Nee, echt een box-to-box speler ben je, hè? Even kracht, weet je. Jij bent echt zo'n... Met Noordin ook, hè. Het is ongelooflijk hoe sterk jullie zijn. Hij was ook zo bij PSV. Echt een oerkracht, weet je. Ik weet niet wat het is, maar... Natuurlijk, man. Hoe kan dat? Van wie? Van je zijn vader zo? Ik zeg eerlijk, ik doe best wel veel in de gym. Oké. Okay. Maar Noordin niet echt. Die heeft echt... Ja, Noordin heeft echt kracht, hè? Echt een beest, man. Monster. Echt, maar ook, ik zag vandaag een filmpje van hem, zo bij Marokkaanse elftal. Echt, goh. Ja, hij is sterk, hij is echt sterk. Ja. Maar waarom heb je voor Turkije gekozen, man? In plaats van Nederland. Ja, man. Ik voel me meer Turk. Nee, Marokko, mooi. Dat is mooi, hè, Marokko, hè? Ja, heel mooi. Nee, maar ook omdat, kijk, vroeger, ik las het laatste stukje over... Bukhari, die zei, we werden wel eens met een lege helikopter. Ja, ik heb het ook gelezen. Nee, maar dat was vroeger. Ja, dat was toen. Vroeger was het wel heel anders, maar tegenwoordig is het allemaal echt goed geregeld. Professioneel allemaal en zo. Ja, het is echt veranderd. Ja. Nieuwe bondsvoorzitter, nieuwe technisch directeur. Ja. Die hebben afgelopen jaren wel echt veel veranderd. Ze doen nu ook veel meer met de jeugd. Vroeger was het helemaal het eerste elftal, dus boeide niet, snap je? Ja. Maar nu hebben ze zelfs onder 13 volgens mij. Ja, moet wel, hè? Oké. Okay. Jij hebt ook een WK gespeeld, toch? Ja, onder 17, WK onder 17. Oké. Okay. Ja, maar je hebt ook in Nederland zelf toch gezeten in de jeugd? Ja, was kort, was er bij onder 15. Ja. Toen onder 16 zat ik er niet meer bij. En toen onder 17 heb ik WK gespeeld, man. Dat mag ook, hè? Ja. Hoe was die wedstrijd tegen Ajax? Was het ervaring? Mooi, hè? Fijn met Ajax, hè? Zijn de mooiste wedstrijden, zeg eerlijk. Ja, tuurlijk. Het is de klassieke, toch? En ja. Ik had nog nooit gespeeld. Nee. Alleen ja. Ja, je had een foutje, je dacht dat je bij Ajax speelde, je kan assist geven, maakt uit, kan gebeuren. Maar die sfeer en zo, alles eromheen, ik heb ze ook gespeeld. Ja, tuurlijk, stadion was, toen we gingen wandelen was het helemaal vol en tuurlijk. Ja. Gewoon aan alles zie je dat het een grote wedstrijd is, dat voel je ook, maar ja, we hebben alleen helaas 4-1 verloren. Ja. Maar ja, in januari spelen we nog een keer tegen ze. Ja. Dus dan hebben we wat goed te maken. Dan wordt het A1. Je bent echt een Ajax-seed, ik hoor het al. Sorry, je bent in Rotterdam, hè? Ja, nee, ik moet oppassen wat ik zeg hier. Godverdorie. Hoe was de Champions League voor jou? Ja, speciaal toch. Mooie ervaring, hè? Tuurlijk, vooral zeker de allereerste wedstrijd. Je debuut. Ja. Tegen City gelijk. Oh, niet tegen de minste. Ah, maar. Hey, City. Maar dan mag je gelijk tegen de top van de top. Ja, goed, hè. Oh. Nee, maar dan speelde 3-5-2 en die liepen gewoon allemaal door elkaar. Ja. Overal nergens. Maar ja, daar zit gewoon zoveel voetbal in. Ja, dat is niet normaal, man. Ja. Maar we hebben het laatst wel knap gedaan, toch? Daar. Tegen City. Ja, we hadden zelfs kunnen winnen. Dat is de A1, hè? Oh, we speelden toen in de A1 en Aguero en... Dat is grapje, schat. Nee, maar daar heb je... Oh, hier, hè? Mag niet. Nee, mag niet. Waarom zeg je dat je rechts hier? Ik zei dat je de eerste rechts moest pakken, maar dan slapen. Oh. Die vorige moest je rechts pakken. Nee. We hebben alle tijd, toch? Daarom. We hebben rustig. Maar... Ja, maar dat is wel moeilijk hè, als je zo kijkt tegen zulke teams van in de Champions League. Waar iedereen denkt het is makkelijk en zo, maar weet je, ook Shakhtar Donetsk, die hebben ook goede spelers. Ja, zo, ook, is ook echt een goed team. Ja, kijk, in het begin als je die lood niet ziet, zeiden mensen misschien kunnen ze tegen Shakhtar thuis en misschien uit. Ja. Puntje pakken, thuis winnen. Maar Shakhtar is wel echt sterk ook hoor. Ja, Brazilianen veel Braziliaanse spelers. Voetballers. Sommigen spelen gewoon Braziliaanse elftal ook hè. Ja. Maar het is wel echt een. Je hebt mensen die zeggen van niet, maar het is echt een goede ervaring. Ja. Je leert ervan. Het is het allerhoogste niveau. Ja, snap je? Die kan niet hoger. Klopt. Dat is het. Dat is club, het. Clubniveau is het hoogste Champions League. Ben je een echte goalscorer? Nee, hè? Je bent nee, niet echt. Nee, hè? Nee, maar ik moet wat gieriger zijn af en toe. Ja, man, schieten, man. Ja, man, klopt. Niet eens. Nee, tegen Groningen afgelopen week had ik 2 goede acties. Kon ik schieten. Ga ik toch kijken wie er beter voor staat. Ja, maar dat komt wel door je. Door je ervaring en zo komt dat wel. Maar je moet gewoon een scheid hebben hoor. Echt. Je moet gewoon schieten op de goal. Vroeger dacht ik ook altijd, oh,
voorzet. Ja, voorzet, geen voorzet. Weet je, en later dacht ik, god op man. Hey, elke keer als het er in de media komt van de wedstrijd, verslag, die heeft gescoord en die heeft gescoord. Er staat niet bij, die heeft assist gegeven en klopt, die heeft assist, weet je. Toen werd ik zat te kijken, dacht ik echt, hey, dit klopt echt niet hoor. Want ik moet echt er iets aan gaan doen. Toen ben ik gewoon zelf gaan... Tuurlijk, rennen is tegenwoordig nog belangrijker dan vroeger, denk ik. Daar wordt, nu houdt ze alles bij. Wordt, ja, dus echt zo. Hoeveel bouwcontact die je hebt. Alles. Dat was vroeger niet. Aantal versnellingen, hoeveel je gelopen hebt. Ja, alles. Alles. En ook zo, heel vaak zie je die, bij AZ zie je dat veel, ik weet niet of het bij Feyenoord ook zo is, hebben ze zo'n kastje op de rug. Nee, kijk, wij hebben, bij Utrecht hadden we dat ook. Ja? Daar in, we hebben, zeg maar, in de Kuip hebben we dat systeem. Hoef je dat niet te dragen. Dat wordt gewoon automatisch gemeten. Oké. Snap je? Want dus hebben nog dat, oude... dat hebben niet alle clubs. Nee. Nee, is niet oud. Het is gewoon wat duurder. Dat systeem, snap ja, je? Ja. Nee, maar hun hebben die oude. Nee, hey, dat is niet oud, want heel veel clubs hebben dat. Oké. Okay. In Utrecht hadden we dat ook bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Maar ja, dat is, ik vind dat vervelend, man. Ik vind, ik draag ook dat korte mouwen, ik wil niks onder mijn shirt hebben. Gewoon mijn shirt klaar. Niet, want dat is zo'n ding, dan, hè? Dan draag je zo'n BH-achtig. Ja, zo'n BH-achtig ding, ja. Tot hier en dan zit heb je zo'n bochel op je rug. Ja, maar als je valt, dan kan het toch voor blessures, of niet? Nee, het is niet, het is zo'n klein dingetje. Oké. Het is niet echt dat het, ook niet super hard of zo. Je moet wel heel gek vallen dan. Ja. Jij nou, als je zo op je rug valt en... Jij vroeger met die gekke acties van je, ja. Wat een mooie acties, hè? Oh, zeg die acties die schaartjes wel snel. Zie je niet meer, hè, nu? Nee, man. Ben je nog een beetje soepel of niet? Nee, ik speel nou in zesde klas. Ik kom nog eens... Zo'n dikke man kom ik niet eens voorbij meer, man. Dat is echt ongelooflijk. Gaat snel achteruit, ja, gaat heel snel. Dan denk je, hoe kan dat dan, nou? Maar... Ja... En dan denk je van, nou, ik stop ermee, maar dan de volgende week erop is, kom, we gaan voetballen, dan doe je toch wel weer mee, weet je. En, ja, het is gewoon leuk, toch? Ja, het is ook gewoon een plezier en zo. Kijk, scoren kan ik nog wel en zo, maar... Ja, heb je nog een beetje goede trap? Ja, trap wel. Trap zit er altijd in, maar... De bovenbenen van je zijn nog aanwezig. Ja, ze zijn zeker aanwezig, maar... Ja, dat snellen en zo, dat... Dan wil ik wel, dan ga ik rennen, hè. Dan speel ik die bal vooruit naar 1, 2 meter. En ik lijkt net dat iemand achter op mijn rug springt. Die houdt je tegen. Ja, dat is echt zwaar. Wie was jouw voorbeeld vroeger? Vroeger vond ik Zidane echt geweldig, man. Zidane, hè? Ja, man. Poeh. Leek allemaal zo makkelijk wat hij deed. Allemaal vanzelf. Zo simpel, zo vloeiend bewegen. Lijkt altijd alsof hij nooit sprintte. Altijd heel ontspannen. Maar, maar zijn balcontrole, techniek, alles, overzicht. Pak niet zomaar de bal van hem af. Nee. Ja, dan had hij al in de gaten waar die bal heen moest. Zo. Aannames, buitenkantje ook geven. Zo. Dat is de kunst, hè? Vooral als middenvelder. Dat je eigenlijk van tevoren al weet wat je doet. Ja. Ja. Even ga terug, hé. Je zit al te lang in de auto. Eigenlijk moet je betalen. Taxi, weet taxi. Terug, dan moet je naar rechts, man. Hier naar rechts? Ja. Oké, je weet de weg ook al hier. Ik woon hier inmiddels al bijna 5 maanden. Oh ja, dan ga je. Vanaf juli, augustus, oktober, november, december. Ja, bijna 5 maanden. Ja. Mooi, man. Ja, het is wat. En nou, WK. Ja, man. Marokko. Wow. Dik, hè. Mooi, hè? Ja, natuurlijk ben je 21 zo'n mooie ervaring als je een WK kan meemaken. En dat was de, ik heb nooit een WK meegemaakt, hoor, maar dat was, dus, was toch jouw eerste wedstrijd voor Marokko, of niet? Nee, ik heb dit jaar, toen ik Utrecht nog zat, dus afgelopen seizoen, maar wel dit jaar, had ik vriendschappelijk tegen Tunesië gespeeld, 90 minuten gewoon. En ja, dat ging goed. Oké. Okay. Maar niet de officiële wedstrijd, dat was zeg maar de eerste echte officiële wedstrijd. Dat is oefening in het land. Ja. Dus één oefening in het land en daarna gelijk kwalificatie voor het WK. En ook een belangrijke, of niet? De laatste. Deze moet je gewoon winnen. Alles beslissende. Zo, maar dan moet ook dan... Had je daar geen... Rij op, man. Had je daar ook geen druk, extra druk? Van denk ik, hey, nu moeten we echt... Of is het gewoon... Ik zeg eerlijk, ik zat wel met veel spanning op de bank, man. Ja. Normaal gesproken, als je op de bank zit, is je toch wat een beetje ontspannen, snap je? Want je kijkt voetbal, tuurlijk, je leeft met je team mee. Maar nu had ik echt spanning gewoon. Omdat je... Want Ivorcus was beter in het begin. Ja, dus die kregen eerst 20 minuten twee aardige kansen. Ja. Jervinho een keer 1-1 met de keeper schoot hij hem over. Dan denk je, het zal toch niet, omdat het ook zeg maar lang geleden is, gaat vaak fout gegaan. Ja. Marokko heeft volgens mij drie keer eerder al de laatste wedstrijd moesten of een punt halen of winnen. Dan ging het steeds fout. Ja. Dus dat heb je dan in je achterhoofd. En normaal als zij dan in het begin beter speelden, maar toen kwam we op 1-0. Ja. En dan weet je dat het niet meer fout kan gaan eigenlijk. Nee. En toen maken we later ook weer 2-0. Ja. In principe is het dan klaar, al weet je het in Afrika nooit. Nee, hè? Nee. Kan je deze penalty tegenkrijgen? Ja, zo hier in rechts. Kan je een penalty tegenkrijgen? Of ja, dan 2-1, dan wordt het toch nog spannend, hè? Ja.
Maar dan zag ik dan daarna dat hadden jullie een beetje feest, hè? Maar kijk, ja, wij zijn Nederlanders, hè? Wij kunnen niet zonder alcohol en zo, toch? Wij moeten toch feestje vieren met alcohol. Maar jullie drinken geen alcohol, drinken niet, man. Dus gewoon uit zichzelf ben je gek, gewoon gekkigheid, helemaal. Ja, gek, die mensen zijn gewoon gek uit zichzelf, ja. Mooi, toch? Ook gewoon pure emotie, blijdschap. Ja, ja. Snap je? Want heel Marokko stond op zijn kop, want ik heb filmpjes gezien. Maar ook hier. Ja, hier ook. Ik heb, zeg maar, na de wedstrijd kreeg ik meteen filmpjes opgestuurd van vrienden en zo. En dan zag je Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Ja. Dat was echt mooi om te zien, ook toen we aankwamen in Marokko. Gewoon oude mensen huilen. Ja, zo lang van blijdschap. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Dat was echt mooi. Dat je ziet voor mensen die blij en gelukkig maakt. Daarom is voetbal ook, denk ik, echt mooi. Ja, dat is, zie je wel, hè? Dat het weer samenbrengt en zo. Mm-hmm. Het voetbal. Dat is echt zo. Zelfs sommige supporters van die Focus gingen mee feesten daar. Ja? Ja, dat zie je, dat is mooi, man. Dat moet je juist hebben. Die willen gewoon een feestje. Ja, tuurlijk. Dat wordt wel wat mooi. Dat wordt wel mooi in Nederland ook, natuurlijk. Want... Tuurlijk, maar het is toch allemaal goed gegaan hier. Kijk, alleen in België, dat is dan jammer wat daar gebeurd is. Ja. Ja, dat het alweer een klein groep is, snap je? Ja, maar dat heb je met alle supporters, man. Ja, heb je altijd wel, toch? Ja. Dat heb je bij elke club in het land. Daar heb je sommige, ja, die verzieken het gewoon voor anderen. Dat ik denk dat het allemaal heel leuk kan worden, man. Omdat Nederland gaat natuurlijk nu niet. Ik ga zeker kijken, want ik vind het mooi. Ja, die jongens zoals jullie, ja, die spelen zijn gewoon Nederlands. Je bent wel stiekem voor Marokko. Tuurlijk. Ik hoop wel dat Marokko ver komt. Zeker weten. Ja, maar leuk, toch? Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ik denk ook dat zij een beetje een positieve loting hebben. Ja. Dat we misschien wel kunnen verrassen. Oh, maar wel mooi, man. Dat is ook nog wel spannend, hè. Wanneer is die... We hebben wel een sterk team, hoor. Jullie, hè? Ja. Het is nu ook echt een team. Dat was vaak een beetje voorheen het probleem met Marokkaanse elftal. Dat je toch een beetje groepjes had. Fransen, Marokkanen, Nederlandse Marokkanen. Lokale jongens uit Marokko. Maar dat is ook, denk ik, een compliment aan het trainen. Dat hij echt een team van heeft gemaakt. Ja. Snap je? En die jongens spelen ook best lang samen, snap je? Uh-huh. Dus op een gegeven moment dat je langzaam bent, krijg je ook een band. Tuurlijk, dat is zo. Kijk, niet als je elke keer iemand anders om je heen hebt. We hebben best wel een oud team nu. Veel jongens die rond de 30 zijn, snap je? We hebben ook veel jonge talenten erachter. Maar zeg maar, het team waarmee het meest wedstrijden mee is gespeeld, en best wel oud. Ja, en die hebben al die zijn nu een ervaring. Die zijn nu een beetje top van hun kunnen. Ja, El Amadi. Karim, ja. Noorden, mijn broer, Bouzoufa, Benatia, Dirar. Allemaal rond de 30. Ja, dus dat is gewoon een mix. Balanda. Dat is goed. Een mix van jong en oud met ervaring erbij. Klopt. Superman, ja, ik ben benieuwd. Alleen zal je zien, kom je tegen Frankrijk, Spanje. Ja, dat weet je toch niet. Maar je weet dan ook. Tuurlijk, je weet het nooit. WK is gewoon, zeker daar, is gewoon vorm van de dag. Ja, is ook. Maar al zijn. Maar die ervaring alleen al is al vet, man. Oh. Tuurlijk. Ga je dan ga je al een paar weken voor het WK. Ga je al bij WK twee weken, denk ik. Ja. Want toen wij met onder 17 naar het WK gingen, was in de Emiraten, zaten wij eerst 10 dagen in Dubai. Voor het WK begon. Ja. Zeg maar 10 dagen trainen, eraan wennen, acclimatiseren. Ja. Zo, hé. Ja, man. Dat is wel ook goed voor je cv, man. Ben je zo jong, heb je gewoon een WK achter je naam staan en zo. Tuurlijk, neem je mee je hele carrière. Ja. Hoe is het met je kinderen goed? Goed, man. Hoe oud zijn ze? Eentje gisterjaar, ze zijn 6 geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. En de andere wordt 5 in februari. Gaan al bij de school. Lekker maandag en dinsdag heb ik tot 3 uur. Ik ben zo lang geleden getrouwd. Ik was daar toch toen met Mechie ook gekomen. Was jij gekomen met mij? Met Mechie, ja. Want Dirk was er ook en zo, toch? Hm? Ja, Dirk was er ook. Thijs. Was jij ook bij al mij? Was er ook, ja. Toen was ik dronken, ja. Ik heb niks meer gezien. Zo. Hoe lang geleden was dat? Niet zo heel lang, toch? 2014. Bijna 4 jaar. Ja. De tijd vliegt ook. Ja, hè? Maar nog geen kinderen met deze vrouwtje? Ik heb 2 kinderen met. Oh, je had al kinderen voor. Ja, ik had al. Moet ik hierin? Ja, beter rechtdoor. Ik had al kinderen met haar, ja. Dus, nee, maar dit is echt een goede vrouw, man. Ik blijf hier echt gewoon. Belangrijk. Rustig, geen rare dingen meer. Iedereen. Hier? Ja. Ja, het is echt belangrijk, hoor. Familie en zo. En als voetballer zijn, ook dat je lekker thuis komt. Je hebt een vrouw die goed voor je is, die geen rare dingen doet. Dat is belangrijk, man. Tuurlijk, die lekker eten voor je kookt, schoonmaakt en zo. Dat je zelf geen zorg aan je hoofd hebt, dat je alleen hoeft te voetballen. Ja, ja. We zijn binnengeparkeerd daar. We staan allemaal daar binnen. Oké. Is goed, man, Andy. Hey, super, man. Ja, echt bedankt, man. Geen dank, was man. Gezellig. Wel contact. Rustig aan, ja. Rustig aan, jongen. Is goed, man. De wassel.